Een heerlijk onder onsje. Ja, zo noem ik het maar. Een straf oostenwindje, een schrale herfstzon, volle tribunes in het Goffertpark in Nijmegen. Kortom, veel ingrediënten voor een heerlijk Gelder onder onsje tussen Arnhem en Nijmegen. En in Nijmegen het rood, groen en zwart, daar speelt dat derbygevoel, als ik dat woord dan toch maar een keer mag gebruiken, speelt wat meer dan in de hoofdstad van Gelderland in Arnhem. Bij NEC wachten ze natuurlijk, daar hunkeren ze naar eindelijk weer eens een keer een triomf. De laatste thuiswedstrijd die gewonnen werd was tegen Vitesse inderdaad. Die memorabele wedstrijd toen Fred Rutte zich ziek meldde en niet kwam. Stanley Menzo op de bank en Theo Jansen zwaar de P in had. Toen won NEC de beslissende goal van Ruud Boijmans, die ook al niet meer bij NEC is. Ook Nijmegen heeft een vreemdelingenlegioen, met alle respect, net als Vitesse. Hendry Truse daar, de assistent trainer, die hoort toch eigenlijk bij Heracles en niet bij Vitesse. Maar hij is Peter Bos gevolgd naar Arnhem. Wapperende vlaggen inderdaad. Ik zei het al, een straffe oostenwind. Goed veld trouwens. Is nog besproeid. Ras Nijmegen naar Piet Veldhuizen. De hele week bewaking gehad voor zijn huis. Bang voor gekkigheden van de NEC-supporters. Kortom, het sfeertje is uitstekend. En nu de wedstrijd nog. Het wil hier nog wel eens spoken in de Goffert. Maar dat is alweer een tijdje geleden. Ook mooi die trap af naar beneden. En dan het veld op met Paul van Boekel. Die maar een half uurtje hoefde te rijden uit zijn woonplaats Venray hier naartoe. Gisteren 1500 supporters bij de laatste training van NEC. Om maar even aan te geven, te illustreren hoe het leeft. 10 bussen met supporters uit Arnhem hier naartoe gegaan. Uiteraard onder politiebegeleiding. Want er gebeurt altijd wat bij deze Gelderse derby. De opstellingen met Jonsson in het doel, Vermeil, Van Eijden, Smofs en Conboy. Het middenveld met Paulson, Stefanie en Koolwijk, die gelukkig terug is. De rasvoetballer voorin, voor Hemline in de spits en Janscher, de Oostenrijker. Veel bejubeld al sinds zijn entree hier in Nijmegen. Kasia, vader geworden deze week van een dochter, Koolwijk. En Van Boekel dus. De elf van Peter Bos met Piet Veldhuizen, Leerdam, Kasia van der Heijden, Van Aanholt het middenveld met Prupper, ook al een ras Arnhemmer. Kwasasvili, Jansen de tweede Arnhemmer, Ibarra, Havenaar en Piazon. Die vorige week 2 keer scoorde tegen PEC Zwolle. Het fluitconcert voor Piet Veldhuizen. Ja, zijn hele leven eigenlijk al, behalve dat uitstapje naar Spanje in Nijmegen gewoond. Piet is gevoelig voor sentimenten. En NEC mag aftrappen. Van Boekel kijkt, alles is in orde. Paulson beroert de bal het eerst.
En de eerste overtreding is daar binnen de 3 seconden. Weet Hemlein, de Duitser, hoe het zit. Kolwijk is de man van de spelhervattingen. Van Eijden mee voorin richting hem gaat de bal gevlacht voor buitenspel. En gefloten ook. Van der Heijden. Jansen. Van Aanholt. Hemlein. Vermeil, ook een van de 3 nieuwelingen gekomen. Piazon gaat neer, overtreding. Vermeil, Stefaniek en Janscher kwamen dus in de periode dat het heel beroerd ging met de NEC. Wat echte NEC-supporters met een redelijk gevulde portemonnee. Die trokken die portemonnee en maakten het mogelijk dat die 3 kwamen. Jansen, Ibarra. Leerdam. Havenaar. Naast. Dit is Hemlein. Speelde lang bij VfB Stuttgart, maar brak daar niet door en dus nu gecontracteerd door NEC. Dat is de goede plek. Kolwijk. Conboy duelleert daar, maar duelleert wat al te heftig. En Conboy krijgt meteen even te horen wat de normen en waarden zijn in deze wedstrijd en hoe ver die kan gaan. Dat is een opgevokt mannetje die vorig jaar een paar keer tegen een rode kaart aanliep. Die Deen Conboy. Vitesse probeert te voetballen, dat is duidelijk. Dat zie je al van achteruit met Van der Heijden en met Jansen. Voetballende oplossingen, niet die bal blind naar voren peren. De bal gespeeld daar. En Vitesse is weg met Prupper. Ibarra. Kolwijk. Van Conboy is daar naar het gras gegaan. Maar die blesseert zichzelf daar. Ja, die is flink bezig hoor, die Conboy. Let maar op, dat is de eerste die straks een kaart krijgt. Krijgt nu de vrije trap mee.
Buitenspel. De voorspellingen. 1-3, 1-2 en 2-1. We gaan het zien. Jansen zorgt dat hij steeds aanspeelbaar is. Piazon. Van Heijden. Leerdam. Kolwijk. Kasia, doeltrap. Havenaar in velduel met Smofs. Kwasaswili. Van Aanholt. Kwasaswili opnieuw. Dat is goed, dat is knap. Niemand van Vitesse in de buurt. De bal is achter geweest. En dus toch een hoekschop. Jonsson heeft dat niet kunnen voorkomen, de doelman. Natuurlijk richt de aandacht zich op Havenaar. Jonsson niet. Daar is Havenaar. En daar wordt die bal het doel uitgekopt. Door Van Heijden, die nu wordt uitgespeeld. Smofs. Ibarra. Voor Van der Heijden. Prupper krijgt een tik van Kolwijk. Dat is niet des Kolwijks, maar het kwam even zo uit. Ibarra binnendoor bij Combo. Ibarra en Havenaar kiest positie. Maar Ibarra ziet dat niet en gaat op eigen succes uit. Opwinding omdat Van Boekel alsnog een hoekschop geeft. En dat zal hij heus wel goed gezien hebben. Hoewel ik hier daar mijn twijfels heb. Ik heb het niet kunnen zien. Maar hij wel. En hij gaat erover. Jansen. Daar komt Havenaar weer. En daar is de redding van Jonsson op het schot van Van der Heijden. Een sterk begin van Vitesse. Knappe redding van de Zweed in het doel van NEC. Hoekschop van de andere kant met Piazon. En daar is het raak. Het is Leerdam die scoort. 0-1. En dat is zijn vierde goal al van dit seizoen.
De sterke opening van Vitesse hier in Nijmegen wordt beloond met de openingstreffer door Kelvin Leerdam. Ja, daar zijn ze even stil van. Het rood, groen en zwart. Leerdam daar, die heel knap inkopt. Goed timed, boven Smofs uit en raak. Vier goals al van Kelvin Leerdam, die af en toe middenvelder is, maar meestal rechtsachter. Kent u zijn verhaal nog? Vorig jaar bij Feyenoord op een zijspoor gezet, omdat hij zijn contract niet wilde verlengen. Toen al naar Vitesse zou gaan, dat ging niet door, tot onvrede en boosheid bij Fred Rutte. En nu dus toch in het geel-zwart van Vitesse meteen hier in de derby in Nijmegen de eerste goal laat aantekenen. Stefaniek. Kasia. Ibarra. Kasia troeft hemlijn af. Kwasashvili. Vrije trap, overtreding Kolwijk. Havenaar, Van Eijden. Rijs, ja, die zit nog steeds zijn straf uit de selectie gezet, omdat hij zich niet aan het groepsgebeuren hield. Jammer toch eigenlijk van zo'n jongen die zo goed kan voetballen. Maar voortdurend de weg een beetje kwijt is. Hopelijk vindt hij die weg terug. Van der Heijden kleunt erin. Stefaniek. En daar komt Convoy. Kasia. En weer Convoy. Een wilskrachtige deen, dat kan je in ieder geval niet ontzeggen. Hij haalt er een hoekschop uit. Hij probeert het publiek op te jutten. Want dat heeft NEC nodig. Nou, ze willen wel hoor. Van Eijden, Smofs, Convoy, de koppers. Janscher met de hoekschop. Weggekopt door Havenaar. Uitbraak met Prupper. 1-1, Kwasashvili. Paulson. En weer Paulson. Ja.
Jansen doet hij slim, maakt ruimte voor Van der Heijden die zo kan doorvoetballen. En de vrije man vindt, dat is Prupper. Knap gevoetbald Vitesse, Ibarra. Kolwijk voor Van der Heijden goed. Weinig aansluiting bij Hemline die even op een eilandje staat en het alleen moet uitzoeken. Natuurlijk is NEC aangeslagen door die snelle goal van Vitesse. Kasia met een gelukje. Prupper. Kolwijk. Jansje. Voor. Draait goed weg. En de redding van Veldhuizen op het schot van Hemline. Eerste gevaarlijke moment namens NEC. Hens van Hemline, snel genomen, die vrije trap, Piazon. Paulson goed. Maar Piazon opnieuw. Jonsson voorkomt de corner. Na de aanvallende actie van Aanholt, die terug moet als linksback nu. Vitesse jaagt. Hoog druk zetten, dat is het devies van Peter Bos. Dat probeert hij in het spel van Vitesse te krijgen. Ver vooruit spelen. Niet meer achterover leunen, niet meer afwachten. Maar zelf het initiatief. Dat lukt tot nu toe aardig. Hoewel de laatste 4-5 minuten NEC aardig terug is in de wedstrijd. Van der Heijden. Kolwijk. Stefaniek. Van Boekel alsnog gefloten voor een overtreding van Prupper. Zag even voordeel, maar dat voordeel was snel weg. Vrije trap dus, NEC met Kolwijk. Van Heijden is de inkomende man, daar is hij, maar Veldhuizen let goed op zijn winkeltje. De lopende man is Van Heijden, maar die mist de bal. Prupper. Convoy. Jansen, nog niet veel van gezien van die Oostenrijker, veel geroemd. Maar nog weinig in het spel betrokken ook, Oostenrijkse international. Prupper Hens.
wat feiten en cijfertjes op. Een rijtje over de verdediging van NEC. Tijdje geleden de nul gehouden. Gaat dus ook niet meer op. Havenaar is weg na mistasten van Smofs. Havenaar haalt uit en dat scheelt weinig hoor. Daar laat Smof zich aardig in het pak steken door Mike Havenaar. Jansen. Jansen opnieuw. Goed die opening op voor. En teruggekoppeld door Van der Heijden. Trupper. Havenaar staat buitenspel. Weet dat ook en laat de bal lopen voor Jonsson. De Zweed die halverwege het vorige seizoen kwam. De doelman van NEC. Jansen loopt daar op tegen Ibarra. Van Aanholt. Van Heijden wil dat Van Aanholt geel krijgt van Van Boekel. Maar daar heeft de scheidsrechter geen zin in. Die voelt tot nu toe het sfeertje goed aan. Maar ja, hij komt hier uit de regio. Noord-Limburg, dat ligt vlakbij Nijmegen toch. Kent de sentimenten, is internationaal ervaren. En Van Heijden kan roepen wat hij wil. Jansen. Daar komt Jonsson. Goed. Klem vast. En meteen de snelle voortzetting op Kolwijk. Hemlijn haalt dat niet. Bovendien was het buitenspel. Van Aanholt. Voor Vermeil, Hemlijn neergehaald door Van der Heijden. Dan is hij de eerste die op de bom gaat. En niet Conboy zoals ik had voorspeld. Bijna 25 minuten onderweg en de eerste gele kaart. Van der Heijden krijgt er nog alles wat en daar wacht dus een schorsing. Voor Jansen. Hij heeft de bal met de hand gespeeld, gezien. Havenaar, Bolson, Prupper, afgetroefde Kolwijk voor Hemlijn.
Voor mag schieten. Naast. Niet echt een Nijmegenaar. Hij komt uit Opheusden, uit de Betuwe. Maar wel een kind van de club. De jeugdopleiding hier. Navarone voor. Van der Heijden, Ibarra, Leerdam, Havenaar, Smofs. Onmiddellijk zet Vitesse weer druk met 3-4 man. En Koolwijk lost dat over het algemeen voetballend wel aardig op. Die kan dat. Voor, die kan het ook. Stefanie, crossbal met Vermeil, Belgisch Jeugd International. Vermeil nog altijd, gaat hij zelf, hij gaat zelf. En nog eens een keer Vermeil, twee keer een blok. En dan lost Jansen het op met Ibarra. Kwasjashvili, Jansen, Leerdam op snelheid. Natuurlijk ziet Jansen dat precies op snelheid en op maat meegegeven. En daar is Prupper. Mooie snelle uitval hoor van Vitesse. Met natuurlijk aan de basis Theo Jansen, de rasvoetballer. Die zo'n paas precies op de goede snelheid geeft. Piazon, weggewerkt door Vermeil. Smofs, Stefaniek, de konvooi liep niet door en die is slechts een doeltrap. Wel inzet van Jansen. Vermeil, van even geleden. En het blok, het dubbele blok. Kwasjashvili, inderdaad goed gezien die overtreding van Koolwijk. Ook daar was voordeel weg. En een paar tellen later kan je dan gewoon nog fluiten. Dat is wel het mooie aan die regel ook. Je kan het even laten gaan. Een paar tellen wachten en dan alsnog je beslissing nemen als scheidsrechter. Foutje van Stefaniek. Ibarra. Kasia. En Leerdam. Aanvalsovertreding van Havenaar. Die zijn armen gebruikt. Om zo voor zijn man te komen.
voor Kasia. Jansje. Jansje, laat nou eens zien wat je kunt. Is het een strafschop of niet? Ik denk dat het een strafschop is. Of is het een vrije trap? Een ruim verhaal. Veel tekst. Het is naar buiten in ieder geval. Het schot van Jansje. Ja, kan je je armen wegtrekken of niet? Dat is het verhaal. Nee, het is er toch nog ruim buiten. Geen sprake dus van een strafschop. Het verhaal dus van Hens. Wanneer is het Hens? Het is Hens als het opzettelijk is. De hand naar de bal. En dan de vraag, kan je je hand nog wegtrekken in bepaalde situaties? Het is een hele moeilijke regel. Net als buitenspel. Goed, de vrije trap. Met Conboy of Jansje. Hij zit er niet in. Ofwel, nee. We hebben hier geen doellijntechnologie. Geen Hawkeye, dat was gisteren in Utrecht. Binnenkant paal en niet erin. De vrije trap van deze Oostenrijker. Van Jansje. Daar komt Vitesse goed weg. Nee, hij is er duidelijk niet in geweest. In ieder geval, daar krijgen we geen gezeur over. Paal, paal, maar eruit. Kolwijk dan met de vrije trap. En dan voor Veldhuizen. En weer Veldhuizen. En dan toch Hemlijn. En de golf wordt ontploft. Kijk eens hoe die derby-sfeer hier leeft in Nijmegen. Heel anders dan bij Vitesse. Het begint hier bij de vrije trap. Die ketser en dan voor. Die al zijn kracht erin legt. Veldhuizen. En dan is het Hemlijn die goed oplet. Ja, zo'n bal is heel moeilijk te verdedigen. Daar is een aanvaller altijd in het voordeel. Kasia en Jansen krijgen die bal niet meer weg. En Hemlijn peert hem erin. De derde goal al van de Duitser. Die ook in de bekerwedstrijd succesvol was. In Harkema op einde. Daar drie keer scoorde. Een goal die dus eigenlijk zomaar uit de lucht komt vallen. Omdat Vitesse het betere spel had. Makkelijker voetbalde. En weer gaat voetballen. Via, natuurlijk via Theo Jansen. Die legt hem weer mooi neer daar hoor. Smofs. Conboy krijgt hem niet lekker weg. Prupper. Ibarra. Prupper. Ibarra. Dat zou toch wat zijn als Vitesse onmiddellijk zou tegenscoren. Maar nee. 1-1 dus. Prupper. Daar loopt geen Vitesse naar op door. Daar is Jonsson. Ja.
Ja, NEC zit er bovenop. Van Aanholt. Piazon, even een tijdje niet meer gezien. Goed begonnen. Havenaar. Paulson voor. Stefanie. Janssen. Ja, hij kan voetballen, dat is duidelijk. Niet alles lukt. En dan de uitbraak met Ibarra. Met Comboy in de achtervolging en Smofs. Die twee winnen. Smofs en Comboy dus. Drie wedstrijden nu als trainer-coach bij NEC. Drie keer gelijk gespeeld in de competitie. 1 bekeroverwinning Anton Janssen dus. Kasia stevig erin tegen Hemline. Die blijft liggen. Prupper ook even de beuk erin. Tegen Janssen. Vitesse probeert zich even terug te vinden. Via wat overtredingen en stevige duels. En dat is eigenlijk niet des Vitesses. Janssen, die heel merkwaardig hier via Jan Strooyer, die toch heel lang een Vitesse-man is geweest, uit het netwerk van Jan Strooyer hier is terechtgekomen in de Goffert. Strooyer, die een groot netwerk heeft in Rusland, waar Janssen dus heeft gespeeld bij Dynamo Moskou. Maar dit is Hemline. Staat nog de vrije trap met Kolwijk. Stefaniek. Prupper. Havenaar. Met Smofs. Daar geeft Van Boekel een strafschop. En dan krijgt Smof waarschijnlijk ook nog een kaart. En ben ik benieuwd welke. Geel. Havenaar is weg. Op de paas van Prupper. Smofs legt het af en geeft hem een duw. Net in het strafschopgebied. Op het moment dat Havenaar misschien wel wil schieten. Ja. En een gele kaart. En een penalty dus voor Vitesse. Theo Janssen. Een moeilijke beslissing voor Van Boekel, hoewel hij niet twijfelde. Hij krijgt nog eens wat tekst van Hemline. Theo Janssen, de meest gehate man misschien wel in de Goffert bij de NEC-supporters nu vanaf de stip. Ja. 1-2. Zo doet Janssen dat. Koel, onbewogen, gebruikmakend van zijn routine en ervaring en hij laat zich nooit gek maken. Hier nog eens het duel tussen Smofs en Havenaar. Smofs die niet de intentie had de bal te spelen, die de man ondersteboven kegelde. Dan kan je begrip hebben voor de beslissing.
van Van Boekel, hoewel die zwaar is. De 50ste goal van Theo Jansen. Jansen die voor de wedstrijd zo ontspannen was. Nog even een sigaretje ging roken. In de gang bij de kleedkamer een balletje zat te trappen. En voor alles en iedereen nog een gesprekje had. En dan in dit opgeklopte sfeertje in de Goffert. Maar goed, 357 wedstrijden. En zo is Theo Jansen nou één keer. Mooi ook wel. Lekker ook wel hoor, dit sfeertje. Ik hou daar wel van derbies. Leerdam. Van Boekel trekt weer een kaart. Voor Jansen. Die zijn ellebogen gebruikt. In dit duel, ja. Hij voelt als geen ander dat de lading in de wedstrijd alsmaar groter wordt, Paul van Boekel. En dat hij op moet treden, dat heb je als scheidsrechter. Dan voel je dat aan. Nou moet het even gebeuren, moet je je even laten gelden. Anders giert het uit de klauwen. Hemline. Prupper. Jansje. Onder het gras gestopt en nu krijgt hij de vrije trap mee. Ook dat is weer goed gezien en heel verstandig. Ook al is het maar een halve overtreding, toch even weer het voordeel geven aan iemand die je net bestraft hebt. Dat zijn van die handigheidjes. Janscher zelf met de vrije trap. Havenaar. Piazon. Paulson. Prupper. Havenaar. Vermeil. Koolwijk. We krijgen straks 1 minuut erbij. Piazon. Piazon opnieuw. Kwaciashvili. Koolwijk moet er even flink in. Maar speelt de bal. Convoy. Janscher. En Jansen. Drie kwart minuut heeft NEC nog om misschien nog iets terug te doen. Om misschien nog weer langzij te komen. Hemline. Ingooi. Een convoy moet zich haasten. Wil NEC er nog iets van maken? Hemline.
Nou, veel haast maakt NEC kennelijk niet meer. Nog één poging. Stefaniek voor Hemline en Vitesse. Piet Veldhuis, het laatste wapenfeit. Eerste helft Gelders onder onsje. NEC Vitesse 1-2. Ze staan weer op het veld. De spelers van NEC en van Vitesse, ja. De spandoeken en de sfeer is er nog steeds. Ondanks de voorsprong van Vitesse hier in Nijmegen. Veel besproken natuurlijk de strafschop. Die door Theo Jansen werd benut. De overtreding van Smols. Niet zo'n handige overtreding. Hij keek niet naar de man. Of hij keek niet naar de bal. Hij keek naar de man. Die gaf hij een duw. En dus een strafschop. Benut en de voorsprong. Via deze Theo Jansen. Voor Vitesse. Dat ook makkelijker speelt. Meer voetbal. Maar dat wisten we eigenlijk wel. Smols verliest het luchtduel van Havenaar. Convoy. Hemline. Paulson. Prupper. Krijgt een tik van Kolwijk. Jansen. Die zou kunnen schieten, dat doet hij niet. Van der Heijden. Kwasjashvili. Van Aanholt. Van Aanholt opnieuw. Een doeltrap voor NEC. Wat kan NEC nog terugdoen met powervoetbal? Het heeft Higden nog, de Engelsman. Geblesseerd geweest. Bijna weer fit. Misschien goed genoeg voor een minuut of 20. Jansje. Hemline. Ibarra. Prupper. Prupper. Goeie speler ook. Piazon, de bal in de loop meegegeven op Van Aanholt. Die had de bal misschien beter richting Havenaar kunnen spelen. Havenaar, overtreding van Heijden. Prupper pikt die bal van Smos goed op. Ibarra. Leerdam. Ibarra. Kwasjashvili. Kolwijk lost het op, maar niet voor lang. Ibarra. Kwasjashvili. Ibarra loopt door. Krijgt die bal niet helemaal lekker mee. Kwasjashvili dan. Moeilijke naam.
Weer Kwasaswili. Hij komt niet echt tot een lekker schot. Prupper wel! En zo zet Vitesse direct weer bij het begin van de tweede helft de toon. Zo begon het ook sterk de eerste 10 minuten. En nu ook weer. Convoy. De vrije trap Vitesse. Overtredingen tot nu toe in de wedstrijd. Dat betekent dat Van Boekel het kort houdt. Een wissel, daar staat Higden al. Dan gaat hij toch nog lang meedoen. Kolwijk gaat eraf, dat was verwacht, daar was op gerekend. Draagt de aanvoerdersband nu over aan Rens van Heijden. Hij is lang geblesseerd geweest, de vormgever van NEC, de regisseur ook eigenlijk. En dan nu een totaal andere NEC met de Engelsman Michael Higden, een echte nummer 9. Die gaat voor oorlog zorgen. Reken daar maar op. Onmiddellijk in de spits, overleg met Hemline die naar rechts zal gaan. Zijn eigenlijke positie ook, dat is meer een vleugelman. En voor wordt de man op het middenveld. Higden. Domschakeling van Vitesse. Niet goed. Stefanik voor. Wat is het antwoord van Peter Bos? Die heeft het al gezien. Geeft wat aanwijzingen. Van Arnold, Prupper. Ibarra. Janssen probeert het vuurtje daar op te stoken. Want NEC zal echt 110% moeten gaan, wil het zich Vitesse van het lijf houden. Wil het de zaken om kunnen buigen. Want Vitesse voetbalt gewoon makkelijker. Dat vind ik gek ook met zo'n selectie. Janssen zoekt Havenaar. Piazon. Bal met de hand gespeeld. Piazon. Opnieuw Piazon, Kwasaswili.
voor Higden. Daar komt Paulson, maar daar is Piet Veldhuis ook. Piazon stuurt Van Aanholt weg. Hoekschop. Piazon. Weggekopt van Eijden. Jansen. Ibarra. Piazon. Kwasasvili. Van der Heijden. Van der Heijden nog altijd. Havenaar bijna en daar ontsnapt NEC aan een grote achterstand. En zo blijft de spanning in deze wedstrijd. Maar voetballend is Vitesse zoveel beter dan NEC dat het dus echt van inzet, karakter en wilskracht moet hebben. Maar je weet het maar nooit. Zeker niet nu Higden in de spits staat. Die kan er zomaar één inleggen. Dit is Higden. Paulson. Hemlijn. Conboy. Stefaniek, afgejaagd door Leerdam. Leerdam krijgt de vrije bal tegen. Janscher is het mannetje dus kennelijk al hier in Nijmegen. Hij mag de vrije trappen nemen. Let op Higden, op Van Eijden, Leerdam, Van Eijden, daar is Smofs en daar is via de paal bijna de gelijkmaker van voor. En zo pakt toch ook NEC de momenten wel weer hoor. Van der Heijden raakte die bal daar het laatst en zijn de vrije trappen gevaarlijk. Zo'n moment uit het niets. Janssen neemt ook de hoekschop. Uitdraaien, daar is Higden. Daar was ook Havenaar. Janssen weer. Voor. Hier dat moment. Dat gevaarlijke moment via voor. Prupper. Ingooi.
Leerdam gooit. Ibarra. Die probeert maar wat. Bij NEC komt Breuer. En gaat Vermeijler af. Zo te zien niet helemaal fit. Breuer is ook een tijdje geblesseerd geweest. Kan achterin op alle posities spelen. En gaat nu naar rechtsback. Heeft al in het centrum gespeeld, zowel rechts als links. Ook linksachter. En ooit bij Excelsior was hij ook een hele goede middenvelder. Havenaar verlengd. Kwasaswili. Van Eijden zet een blok. Piasson. Prupper. Prupper. Goed meegegeven op Kwasaswili. Kwasaswili met de beslissing. Nee! Havenaar ook niet. Ja, die krijgt die bal eigenlijk bij toeval tegen zijn hoofd aan. Hij kan de goede richting niet vinden. Ja, hoe kan dat nou, denkt Peter Bos? Ja, dat kan. Mooi opgezet weer door Prupper. Een van de allerbeste vanmiddag. Kwasaswili. Ja, Havenaar. En dan raakt Jonsson die bal nog. En dan denk je aan een hoekschop, maar nee. Dat had de beslissing kunnen zijn. Eigenlijk voor ons neutrale gelukkig niet. Laat het dan maar even spannend blijven. Prupper weer. Wat een mooie speler is dat toch. Jansen. Buitenspel. Ja, voor Hemline. Ja, dat is echt buitenspel. Janscher tussen twee man in. Janscher. Leerdam. Havenaar. Kwasaswili. Snel de omschakeling van Vitesse. Met Prupper. Goed die paas zeg op Piasson. En uitstekend gekiept door Jonsson. Mooi moment hoor. Mooi omschakelmoment van Vitesse. Kijk eens ook weer die paas. Mooi meegegeven, maar goed verdedigd ook door Breuer. En Jonsson natuurlijk. Jansen pikt die bal op. Smofs. Leerdam, als het moet dan maar even de tribune in. Piasson. Havenaar. Havenaar, die lange grote Havenaar, ja die wordt pootje gehaakt of heeft de scheidsrechter de voordeelregel?
Nee, hij heeft al gefloten. Oh, wat een pech. Wat een pech. Ja, excuseert zich. Dat heb je wel eens. Dan fluit je te snel. Ja, natuurlijk baalt Havenaar, maar Van Boekel baalt ook. En die heeft nog een kaart. Voor Convoy. Ja, natuurlijk. Ik begrijp Peter Bos ook wel. Maar dit is een rot moment voor elke scheidsrechter. Dat overkomt je wel eens. Te snel gefloten. En dan rolt die bal er toch nog in. Had je nou maar even gewacht. Natuurlijk een hele discussie met Theo Jansen. Maar misschien heeft hij nu wel zoveel felheid in zijn hele lijf dat hij die vrije trap er in één keer inschiet. De klasse en de kwaliteit heeft hij natuurlijk. Hij kijkt met Timmermans oog. Meet de afstand. Leg de bal nog eens een keer goed. Als een gram legt hij in deze vrije trap. Theo Jansen. Een smoor in de muur en weg. Wat zal die balen van Boekel? Oh, oh, oh. Prupper, overtreding. En zo blijft dus de spanning in de wedstrijd. Met de hoge bal richting Higden. Prupper. Piazon. Met Breuer. Piazon. Jansen. Jansen! En Jonsson. Scheelt maar één letter. Ja, dit moment. Dat pootje haken en dan. De hoekschop van Piazon. Daar komt Havenaar weer. Weggestompt. Jansen. Piazon. Higden in een verdedigende rol. Dat kan hij dus ook. En voor. Jansen. Speelt de bal met de hand. Een wissel. Stoeter komt voor Stefaniek. De laatste troefkaart van Anton Jansen. Marcel Stoeter. Een stevige Duitser. Jansen. Piazon. Levert in. Higden. Afgetroefd door Kasia. Kwasjashvili. Danst door de verdediging van NEC. Kwasjashvili. Smofs. Ibarra. Leerdam. Van Aanholt, maakt hij het karwei dan af? Nee. En zo laat Vitesse toch wat mogelijkheden liggen hier. Om ruim voor tijd NEC op de knieën te krijgen. Eerst die kopbal van Havenaar. En dan de vrije kans van Aanholt.
Jansen. Breuer. Jansen. Ibarra. Kwaziasvili. Wacht op steun. Ruim 20 minuten nog. Stoeter, Hemlijn, voor, Janscher, voor en twee keer gekraakt en slechts een hoekschop voor NEC. Dat het moet hebben van dit soort momenten. De wilskracht, de power, het doorzetten. Twee keer Van der Heijden die een doelpoging voorkomt. Janscher. Breuer is daar. Van Heijden. Van Heijden weer. Buitenspel geweest. En inmiddels staat ook Stoeter weer. Nou nee. Eigenlijk niet, maar goed. Het verschil in balbezit is duidelijk. De stand is ook duidelijk, maar het is nog niet gedaan. En dat heeft Vitesse eigenlijk aan zichzelf te wijten. Met een paar beste kansen. Jansen. Van Aanholt. Piazon. Kwaziasvili. Havenaar, Smofs. De lange bal op Higden. Verlengd. Higden opnieuw. Kasia. Ibarra. Convoy. Vrije trap. Voor NEC. Eens kijken of het weer zo'n gevaarlijk moment wordt. Net als bij de vorige vrije trap van Janscher. Met die sterke mannen daar voorin. Nee, zover komt die bal niet. Janscher opnieuw. En dan kan Piazon weg. Met Kwaziasvili maakt die dan het karwei af. Met een stiftje. Gepakt door Jonsson.
Buitenspel van Higden. Piazon. Mag ver komen. Maar niet verder dan Van Leijden. Prupper. Krijgt de vrije bal tegen. Jansen en Prupper heersen op het middenveld bij Vitesse. De twee ras Arnhemmers in het vreemdelingenlegioen verder. Maar het zal de meest verstokte Vitesse-fans een beat zijn als men hier in Nijmegen wint. Het vuur is ook een beetje uit de fans van NEC verdwenen. Het meeste lawaai komt van zij uit Arnhem. Kwasjashvili. Ibarra. Te makkelijk ingeleverd. En de lange bal maar weer op Higden. Maar die staat daar in zijn eentje. De afstand tussen hem en de rest van het elftal is te groot. En juist die ruimtes worden door Prupper en Jansen goed bespeeld. Van Arnold. Piazon, nee. Convoy. Leerdam. En zo is Vitesse dus baas over de wedstrijd. Dan gaat er ook wel eens wat fout, zoals deze bal van Jan-Arie van der Heijden. Weer de lange bal, maar naar wie? Naar Van der Heijden. En niet naar Higden. Kwasjashvili. Prupper. Ibarra. Met een versnelling. Piazon. Higden verlengt voor. Hemlijn. Hoekschop. Ja, hij wil een vrije trap voor Hens. Maar die krijgt hij niet. De beleving is weer voor even terug op de tribunes in de Goffert. Janscher. Daar komt Higden. En wat scheelt het? Dit zijn de momenten waar NEC het van moet hebben. Dooie momenten. Hij is de lopende man. Hij komt goed voor zijn man. Maar mikt net niet goed genoeg.
Ja, soms valt het niet mee, jonge vriend. Voor. Leerdam stuurt Ibarra weg. Stoeter. Stoeter, waar naartoe? Daar naartoe. Piazon. De kleine KK noemen ze hem. Hij komt uit Sao Paulo, waar ook de grote KK vandaan komt. Hij lijkt er ook een beetje op. Dat jongensachtige gezicht. Jansen. En Prupper. Van Arnold. Havenaar ook niet. Hemline werkt zich 10 slagen in de ronde. Breuer sluit aan. Hemline weer. Higden. Kashia wint. Piazon. Smofs. Ibarra. Levert te makkelijk in. Kashia voor zijn man, voor Higden. En weer was het buitenspel. En zij zien er niet meer zitten, hoor. Smofs voor. Smofs. Vitesse bereidt de wissel voor. Kakuta staat klaar. Ook een huurling van Chelsea. En hij zal straks komen voor Ibarra. Die niet zijn gelukkigste wedstrijd speelt. Kashia, Ibarra, Kakuta kan erin, Ibarra kan eruit. Een tijdje ook geblesseerd geweest, de Fransman Kakuta. Natuurlijk vinden zij ook van Nijmegen dat Vitesse een half Chelsea is. Dat is ook weer niet zo. En daar is Higden. En daar is Higden. En daar is Higden. Het zou ook van hem moeten komen, natuurlijk.
Hij trekt zijn shirt uit, krijgt daarvoor geel. Het zal een borst zijn. Hoe is het mogelijk dat Vitesse dit nog weg heeft? En het kon niet anders dan dat Hicklin het zou worden. En hij werd het ook. Het verhaal van de Engelsman die topscorer werd in Schotland. En hij doet geel-zwart verstommen. Zomaar uit het niet. Schiet hij NEC langs Vitesse. Hoe kan hij daar zo makkelijk die bal aannemen en zomaar inschieten? Het gebeurt. En het past in het beeld van een derby. En ze leven weer hoor. Geel, groen, zwart, NEC. En wat zit er nog meer in? Ja, een flinke overtreding van Stoeter. Oh, Hicklin, dat moet ik nog even opschrijven. Die kreeg ook geel. Voor het uittrekken van het shirt. En dan is er ineens weer de lach op de tribunes van de Goffert. En hebben we nog 4 plus waarschijnlijk 3, een minuut of 7. Vitesse vergat het af te maken. Prupper. Hemline. Dan maar weer de bal richting Hicklin. Hemline. Leerdam peert die bal dan maar even over de kalklijn. Want Vitesse is het even kwijt. En komt er dan toch de eerste overwinning van NEC nog. Na zoveel leed en zoveel droefheid en zoveel nederlaag en zoveel puntenverlies. Peter Bos staat daar, vol onbegrip. Conboy Goort. Van der Heijden. Van der Heijden weer. Smofs. Van der Heijden en Kasia. Van der Heijden met Hicklin. Dat is een lastige bal voor een verdediger. Hicklin voor. Leerdam en Jansen. Conboy gooit. Stoeter. Kakuta. Op volle snelheid is Piazon. Breuer. Hemline. Met Van Aanholt. En Piet Veldhuizen voor. Piazon. Havenaar. En daar gaat Kwasjashvili als hij die bal op tijd krijgt. En als hij er wat mee kan. De rechterkant ligt open bij Kakuta. Goed gezien hoor, een Conboy. Conboy weer. De laatste minuut gaat in en vermoedelijk 3 erbij. Vitesse was voetballend de betere ploeg. Kreeg kansen op de overwinning in de tweede helft om de afstand te vergroten. 2 minuten erbij, ook goed. Hicklin nog eens met Kasia. En Leerdam komt helpen.
En er zal vanmiddag, vanavond en morgen weer veel worden nagepraat en veel worden geschreven over de kwaliteit van het Nederlandse voetbal, van de Nederlandse Eredivisie. Het zal allemaal wel. Theo Jansen. Kwasiashvili. Komt er dan toch nog een beslissing? Komt er dan toch nog een beslissing? Kakuta, nee! Ook dit hoort bij deze derby. Theo Jansen. Gaat Vitesse nog voor een driepunter? Kakuta. Prepper. Rood Middenland. Het is niet te geloven wat hier allemaal gebeurt. Van der Heijden. Breuer. NEC wankelt. NEC kreunt. NEC steunt. Piasson. Nog een minuut. Jansen. Komt er toch nog een winnaar in de Goffert. Voor die peert die bal weg. Weer seconden overleven voor NEC. Dat als het een gelijkspel wordt, dat gelijke spel zal vieren als een overwinning. Vooral een mentale overwinning. Maar het is nog niet gedaan. Kwasiashvili. Piasson! Het is nog niet gedaan, zei ik. Lucas Piasson, de kleine KK, schiet Vitesse alsnog naar een driepunter. En dan is het leed heel groot. En zijn de wonden heel, heel diep bij alles wat de Nijmegen-Eendracht-combinatie een warm hart toedraagt. En kijk eens, daar zitten ze, daar liggen ze, gekraakt. Alles gegeven, maar toch verloren. En als je heel eerlijk bent en je bent neutraal, en misschien zelfs wel met een groen, geel, zwart hart, dan weet je dat Vitesse de betere ploeg was. En hier in Nijmegen verdiend wint. En het is een doelpunt dat past bij dit Gelderlandse rondje. Twee keer de lat. En dan is het uiteindelijk een Braziliaan. Het São Paulo, Lucas Piasson, die Vitesse naar de overwinning schiet. En die overwinning is verdiend.